Sjiet van de Wadwaai is een jeugdige hengst die via de herkansing voor het onderzoek is aangewezen. Hij heeft zich tijdens het onderzoek steeds verbeterd en die stijgende lijn ook vastgehouden. Zowel de ruiters als de manners waren positief over zijn inzet en bewerkbaarheid. In tuig mag hij iets meer lichaamshouding tonen. Sjiet valt positief op door zijn beentechniek en front. Sjiet komt uit een goed fokkende stam, de zogenaamde Benedictusstam. De moeder, Laura B., is een stamboekmerrie die zeer goed fokt. Zij is op haar eerste 4 nakomelingen preferent geworden. Dat maakt dat Sjiet in de moederlijn 5 preferente merries op een rij heeft. Uit deze stam komen ook de stempelhengst Tjerk en de hengsten Lutsen en Jurk. De hengst kreeg na zijn zadelexamen een aantal kritische volgers. Niet vanwege zijn goede prestaties, maar door het gerucht dat hij enkele witte haren heeft. Sjiet heeft witte haren op zijn hoofd en ook enkele verspreide witte haren bij zijn heup. Als commissie vinden wij dit acceptabel, mede omdat zijn vader Dries niet bekend staat als een witvererver. Er zal melding van worden gemaakt in zijn rapport. Gezien zijn goede prestaties, goede fokwaarde en de best fokkende moederlijn hebben wij het verantwoord gevonden deze hengst toe te laten tot de fokkerij. De hengst kan beentechniek, inzet, model en luxe verbeteren. Sjiet van de Wadwaai werd ingeschreven met de naam Sjiet 499.